Goedemorgen, dag 1 Zweden. We hebben net onze plannen gemaakt tijdens de koffie. We hebben vanmorgen en gisteravond hebben we nog even achter de computer gedoken. Kaartstudie gepleegd. Want het is essentieel om een goed plan te hebben, dat je weet wat je gaat doen, dat je weet waar de helling is. Nou, via Google Maps kan je die hellingen prima vinden. Nou, we gaan vandaag naar een binnenmeer. Is omringd met bomen. Er staat te veel wind om ons originele plan, het grote water, te gaan vissen, maar daarover later deze week meer. Ik denk dat het voornamelijk een meertje zal zijn met jerkbaits, de busterswim, misschien een pigchat of een muis. Maar we gaan in ieder geval eerst even lekker een dagje inhameren, om het zo maar te zeggen. Ik zal je gedurende de dag neem ik jullie mee. Om te vertellen wat we gaan doen, welke technieken we gebruiken, welke materialen we gebruiken. Hè, zodat het ook leuk is om misschien wel wat van op te steken. Dus blijf ons volgen op ons tweede avontuur. We zijn hier op een wat groter binnenmeer hier in Zweden. We wilden eigenlijk naar het nog grotere binnenmeer gaan, maar helaas door de wind en door de hoge golven hebben we hiervoor gekozen. Ik ben al eens een keer eerder geweest. Ook onder omstandigheden met harde wind. Kon je goed uit de voeten door diepe platen die er waren, wat planten die er waren en daarop te gaan vissen. Vandaag had het ook gedaan. Lang gezocht, tot dieptes waar was niks. Daar waar het wat dieper was, vonden we wel vis. Maar deden het niet. En uiteindelijk hier wat planten hier gevonden. En daar vonden we de vissen tussen. Om met bussenjerks, minimauzen en de bussenzwim ze te verleiden. Tot nu toe bijna een tiental snoeken. Dus uiteindelijk toch nog wel gelukt. Het zit er weer op. Al met al een best een mooie dag gehad. Nou, we waren vanmorgen vol goede moed vertrokken, Leon en ik. Zoals altijd. En eigenlijk liep het niet. Nou, zoals ik al vaker zeg in video's. Je moet een plan hebben. Nou, een plan hadden we. Maar de vis werkte niet mee. Nou, wat je ook weet van mij. Ik geef nooit de vis schuld. Als het niet werkt, ligt het aan mij. Ligt het aan mijn kunstaars, ligt het aan de diepte waar je vist. Maar ik geef nooit de vis de schuld, dat is te gemakkelijk. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk alle geijkte stekken afgevist die we moesten afvissen. Spaarzaam. Leon wat aanbeten, ik helemaal niks. Nou, toen kwamen we vlak bij een brug. Die stek wist Leon ook nog van de vorige keer dat hij hier was. Nou, toen kregen we eigenlijk de eerste paar vissen erop. Al met al vingen we toen een vijftal kleine vissen. Maar nog niet echt dat je zegt van, dit is het. Ik pakte mijn mobiel, de boating app van Navionics. Ik ging wat kaartstudie plegen. En toen zag ik eigenlijk heel ver op het meer, echt denk ik wel een kwartier, 20 minuten varen, zag ik een hele mooie baai liggen met wat riet symbooltjes. Nou, overleg gehad met Leon van wat doen we? Ja, wel niet, ver varen. Nou ja, oké. Leon ook niet te beroerd. We vissen al jaren samen. Go for it. Spul ingepakt. Als een malle naar achteren, ja 200 Mercury, dat gaat ook al. In die baai aangekomen, hoe we het altijd doen, starten op een meter of 4. Dat was een lange diepe baai, vlak liep die op. Start op 4 meter, 3 meter, 2 meter. Dan zagen we voor een rietkraag en meestal heb je dan voor die rietkraag komen dan wat rietjes omhoog. En ja, dan moet je denken aan een meter of 30 uit de kant. Nou, geankerd, gooi op die rietpulkjes. Boem, vis erop. Hé, we zijn warm. Nou, en al met al ja, maken we daar gewoon onze dag super goed. Het credo keep on hammering en blijf volharden, niet opgeven. Ja, dat werd weer beloond. Met een hele mooie vis. Die jullie zo gaan zien. Ik wil jullie in ieder geval alvast, voordat ik jullie naar het einde stuur, bedanken voor deze dag. Er komen nog 7 dagen. Ik hoop iedere dag voor jullie een mooi film weer te maken. Mijn maatje Leon, die mij nu aan het filmen is. Ook bedanken natuurlijk voor een super dag. We hebben keurig gevist samen. We hebben de vissen vandaag eerlijk gedeeld. Ik hoop dat Lex en Hakon, die ook bij ons zijn, misschien dat ik die ook nog even laat in de video, ook nog mooie vissen hebben gevangen. En dan wil ik in ieder geval voor deze dag jullie afsluiten. Nou, vond je het een leuke video? Druk even op de subscribe. Er komen nog heel wat films van deze Zweden trip. En dan wens ik jullie alvast bedankt. En tot morgen. En blijf even kijken, want er komt een mooie vis aan. Keep on hammering.